Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan wij nieuw vuurwerk bekijken. Het vuurwerk wat we in deze video gaan bekijken is te koop bij vuurwerktoppers.nl. En hier zien we een aantal nieuwe producten: de Pili Crackers, Massive Crackling en de Howling Blaster. Dat vind ik zelf interessante producten. Hier zo de Pili Crackers, 100 stuks in een doosje voor 5 euro. Het is gezien de prijsstijging in categorie 1 wel redelijk. Deze staat nu nog op uitverkocht, maar ik verwacht dat deze wel binnen gaat komen op tijd en dat hij dan weer op voorraad is. Hier de Massive Crackling. Dit zijn knetterfonteinen, staat er, die in één keer de lucht in blazen. Oftewel een soort van die grote knetterballen, de vervangers daarvan. Hier de Howling Blaster. Dat zijn drie fruitfonteinen voor 3,60 euro. Gaan we hier nu het filmpje kijken. Deze ziet er best leuk uit. Nog best goede knetter, maar Funke heeft ook zoiets soortgelijks uitgebracht in categorie 2, de Höllenfeuer. En die is ongeveer even duur zelfs. Dus ja. Gaan we nu even verder kijken. Er waren ook een aantal producten die eerder in 2021 al nieuw waren, maar die dus nog niet verkocht zijn. Hopelijk mag dit jaar in ieder geval worden afgehaald. Hier bijvoorbeeld de Crackling Blitz. Dit is een grote knetterfontein, lijkt een beetje op de, hoe heet die, de Crackling Crystal, maar dan ongeveer de helft wat daarin zit. Hier de Ultramines, die hebben we vorige keer in 2020 ook al wel gezien. Ik zal nog even kort het filmpje herhalen. Die heeft een nieuw filmpje gekregen, zo te zien. Ik zal hem nog een keer afspelen. Laat wat beter zien hoe die het doet. Twee redelijk schelle knalletjes. En hier zo, deze staat ook weer op voorraad, de Mad Bazooka. Dit is een wat groter geval. Ziet meerdere schoten in één keer. Deze is ook wel leuk, nieuw, de kraakstaaf. Drie stuks en die knetteren dan heel lang door. Ja, dat was wel een beetje wat er nu te koop is. Hier zo heb ik ook nog de website van World's Toughest Fireworks. En dat is zeg maar de importeur achter het merk Vuurwerktoppers. En die hebben nog meer nieuwe producten op de site staan die nog niet te koop zijn, maar die mogelijk wel gaan komen. Hier zo de Magic Whip 50 pack. 50 knetterlinten in een doosje. Dus dat is ook weer zo'n bulkverpakking. Ben benieuwd hoe die het doen en of die nog gaan komen. Ja, hier zo veel nieuwe boxen die we al te koop hebben zien staan. Maar hier zo de Stromboli. Die is ook nog niet te krijgen. Maar is wel nieuw. 6 stuks. Het zijn mini knetterfonteintjes. Een beetje net als de mini Stromboli van Leslie Vuurwerk. Hier de Crackling Bombs. Dat zijn knetterrotjes in een rood papier verpakt. 100 stuks in een slof. En hier zo ook nog wat Bengaal gevalletjes. Ja, verder, dit hebben we net al wel gezien. Ga ik nu nog eventjes één nieuw product van Catan Vuurwerk laten zien. Deze is ook nieuw qua klein spul. 3 stuks zitten in een doosje. Silver Knight heet het. En dat zijn soort van variaties, of beter gezegd, namaak van de Funke Geysir Kaliber C. Want die hebben een Blue Flame to Crackling, Red Flame to Crackling en Green Flame to Crackling. Ik ben wel benieuwd of deze wat gaan doen. Of dat een beetje goed is. En wanneer deze te koop aangeboden worden. In ieder geval,
hou ik jullie verder op de hoogte van nieuw vuurwerk. En ja, ook in 2022 hopen we dat we dit jaar gewoon weer los mogen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video en dan zie ik jullie een volgende keer.